Yo dames en heren, what is up en welkom bij een gloednieuwe video. In deze video gaan we een 1v1 doen tegen meisje Jamila. Natuurlijk is het de horrormeisje Jamila dit keer. En ja, voor we verder gaan mensen, like deze video even 3 seconden tijd. Want anders komt horrormeisje Jamila met een kapmes naar jouw huis toe. Om even al jouw, laten we maar geen, niet op de, in de details gaan. Maar ik zou zeggen gewoon even liken mensen. 3, 2, 1. Ik hoop dat jij, ja, jij die kijkt, hebt geliked. Ik had zoals jullie kunnen zien een DM gestuurd naar meisje Jamila. In eerste instantie zei ik meisje Jamila tegen mij dit keer. Hallo Delano, zou je mij een potje Brawl Stars willen spelen? Waarop ik zei, ja, dat wil ik heel erg graag. Zij zei, oké, Dally, er staat een verrassing op je te wachten. Ik zeg, en wat is de verrassing? Meisje Jamila zegt, dat zal je wel zien. Aangezien ik al heel vaak in de titel ben gebruikt, ga ik je dit keer ook belonen om mij in de titel te mogen gebruiken. En ik zei, oké, weet je... Voeg me maar toe. En zij zegt, ik ga je nu toevoegen. En toen had ik mijn linkje gestuurd en vervolgens heeft ze me uitgenodigd. Op die manier zijn we erachter gekomen dat meisje Jamila en ik een 1v1 willen doen. Maar is het wel de normale meisje Jamila? Dat ga je allemaal zien in deze video. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal met het belletje aan. En volg mij op social media. @DelanoGroffen op TikTok en @Delano3006 op Instagram. En weet je wat mensen? We gaan beginnen, dus let's go! Oké, guys, zoals jullie kunnen zien ben ik nu aangekomen in een Brawl Star potje. Hé meisje Jamila? Hallo Delano. Dit is geen vrouwenstem, bro. Oh my god. Hoe gaat het ermee, jongen? Ben jij wel de echte meisje Jamila? Ja, misschien wel, maar misschien nog niet. Echt niet? Wie weet. Zullen we even een potje gaan starten, Delano? Ik vind het een goed idee. Je bent zeker meisje Jamila met een voice changer, of niet? Misschien wel, maar misschien niet. Het is een groot geheim. Wij gaan in ieder geval een potje starten, mensen. En oh my god, wat een kutmap. Die gaan we dan even de volgende keer niet kiezen. Ja, maar misschien... Oh ja, ik heb trouwens ook een video gezien van jou, hè? Ja, wat vond je ervan? Ja, jij denkt even dat je views op mij kon pakken, hè? Dat kan ik ook. Zo. En ik ben dood. Oh, dat is wel vervelend. Dat is door mij. Ja, dat komt door jou. Maar dat maakt niet uit. Misschien dat ik het volgende potje jou wel pak. Denk je dat, bro? Kut! Nou ja, anyways, ik ben gepakt door een bot. Oh, Delano. Maar meisje Jamila, hoe gaat het met jou eigenlijk? Vind je het leuk om met slijm te spelen, meid? Ja, het gaat geweldig. Hoe gaat het met jou dan? Ja, het gaat met mij goed. Ben je wel een meisje trouwens? Ik betwijfel het een beetje. Ja, maar het is een groot geheim of ik een meisje ben of niet. Want gewoon... er is heel veel op het nieuws ook gekomen dat altijd mensen een vraag hebben van is meisje Jamila nou een meisje? Of is het nou zeg maar iemand anders? Het is gewoon een man. Niemand weet wie achter mijn stem zit, zeg maar. Oké. Het kan een man of het kan een vrouw zijn. Ja, dat, maar ik ga natuurlijk vertellen wie ik ben. Ja, meisje Jamila, toch? Ja, maar of ik een man of een vrouw ben. Oh, zeg maar. Dus dat is een mystery. Dat is een grote mystery. Ik zie jou, Nekkie. Hoppa. Je bent ik ben in één keer dood. Hoe kan dat dan, joh? Je bent niet zo goed in het spel, Jamila. Nee, dat is te zien dat ik niet zo goed ben, inderdaad. Oké, meisje Jamili. Het is Jamila, schat. Oh, ben ik een schat? Kut! Natuurlijk ben je een schat. Iedereen is een schat, toch? Zeker, een schatkist. Een schatkist, ja, zeker. Maar hoe gaat jouw kanaaltje dan voor de rest? Mijn kanaal gaat... veel weergaves op allemaal verschillende mensen? Dat is heel wisselend. Die 9-jarige hater pakt iedere video wel rond de 20.000 views. Maar als ik denk ik heb die hatervideo's gezien. En? Ik heb die hatervideo gezien. Nou, die ken ik. Ik ken die hater. Wat vind jij daarvan? Ik heb ook met hem gesproken. Er zitten gewoon 8 mensen mee te kijken van mijn kijkers. 8 mensen zitten mee te kijken? 8 kijkers, ja. Oh, wat geweldig. Zeker. Maar ik ben de eerste gewonnen geworden, meisje Jamila. Hey, maar wat denk jij nou? Ben ik nou een man of een vrouw? Ik denk dat jij... Ik denk dat jij de horrorversie bent. Horrorversie? Oh, dat klinkt wat... Dat klinkt interessant. Oké. Dat klinkt heel interessant, Delano. Zal ik misschien even een keertje lekker op 3 uur s'nachts onder je bed liggen of zo? Oh mijn god. Misschien nou, dat ik dan met een gezellige mesje door jou, lekker door jouw bed heen steek. Denk je dat, bro? Dat je misschien wat voelt steken door je rug heen. En dan in één keer, dan zie je in één keer wat steken. Oh, wat zou dat toch zijn? Jamila, ik zie jou, meisje. Hier, wat vind je hiervan? Ik probeer power-ups te pakken, schat. Maar ja, omdat jij me dus probeert te killen,
kan ik dus niet genieten van het spelletje. Hé, hey, Delano, ben je trouwens wel benieuwd wat voor YouTubers ik allemaal heb ontvoerd? Ja, zeker. Maar wie heb jij ontvoerd dan? Nou ja, kijk, het is een hele lange lijst. Weet je, want ik heb ook heel veel YouTube-namen hier op mijn muurtje gekrast. Oh, geloof het of niet, maar ik heb het op een muurtje gekrast. Welke YouTubers zijn het? Nou, denk maar aan YouTubers die ongeveer even groot zijn als jij. Even groot zijn dus, als ik, dus 20.000 abonnees ongeveer. Ja, zoiets eigenlijk, ja. Dat denk ik wel, ja. Even denken hoor. Maar de grootste YouTuber die ik heb ontvoerd, dat is Games for Real. Games for Real? En waarom heb je hem ontvoerd dan? Ik heb Games for Real ontvoerd omdat ik zijn kanaal niet zo heel erg aantrekkelijk vond. Oh, maar ja. Waar zit hij dan op dit moment? Hij zit op dit moment achter mij, vastgebonden. Maar ik heb duct tape op zijn mond geplakt, dus je hoort hem niet hoor. Nee, dat had ik al door. Maar ik heb wel wat plannetjes met hem. Dus dat... misschien echt? Dat ik hem... ja, ik weet niet. Weet je... ik heb beneden wel wat leuks staan voor hem. Dus ik hoop dat hij ervan gaat genieten. En laat maar raden, de volgende is zeker Tobof. Tobof? Oh ja, zeker. Ja, dat is een goeie. Ja. Je kent hem, toch? Die kras ik even op een muurtje, oké? Okay? Even één moment. Even kijken, hoor. Even op de muurtje. Zo... hoe spel je Tobof, trouwens? T-H-O... spatie. T-H-O... B, O, V? Ja. Kijk, oké. Okay. Nou, ik heb hem op een muurtje gezet. En ja, misschien dat ik hem wel ga opzoeken. Dat zien we dan wel. Oh shit, dat klinkt heel erg spannend. Maar kun je ready staan, Jamili? Ja, Jamila. Ik weet niet of jij iets met je spelling hebt of zo. Maar mijn naam is Jamila. Okay. Ben er nu een beetje klaar mee dat je me elke Jamini noemt? Zo vaak heb ik dat ook weer niet gezegd, lieve schat. Nou, dan maar mijn gereed uit. Je noemt me Jamili. Jamili. Maar je moet het niet te vaak zeggen, hè? Want ik weet je te vinden, man. Ik weet je echt te vinden. En waar woon je dan? Nou, ik weet zo je adres. Kut. Misschien is het verstandig dat ik het niet ga zeggen op het openbare internet, omdat je er misschien dan ook stalkers te maken krijgt. Ja, oké. Okay. Dat is waar. Dus je adres is... Kut! Hoe heet je dat allemaal? Ja, dat is een groot geheim. Dus ik zou me oppassen. Ik zou me gewoon maar lekker Jamila noemen, voordat ik voor je deur sta. Dus jij gaat misschien heel onverwassen onder je bed. Dat gaat niet gebeuren. Om 2:00 's nachts. Het is al laat, hè? Ja, weet ik. Het is nu rond 11:00. Maar ik kan nog even 4 uurtjes wachten. Dus 3:00 's nachts kan ik iets verwachten, mensen. Oh my god. Ik zou maar gewoon even op... Ik zou überhaupt vanavond even niet gaan slapen als ik jou was. Gewoon even goed op je hoede zijn. Weet je, dan kan je... Ja, weet je, misschien dat je mij wel ziet onder je bed of in de spiegel of... Oh shit. Geen idee. Niet... Maar waarom had je me lastiggevallen toen als reus zijnde? Want ik was voor het laatst in het bos geweest en ik zag de meisje Jamila-reus. Ik val iedereen lastig. Oh shit. Maar heb je ook al iets met Enzo Knol gedaan dan? Enzo Knol? Ja, hem. Nou, ik heb hem wel geprobeerd op te zoeken, maar het is lastig. Omdat hij natuurlijk aan het vloggen is. Dus ja, hij is gewoon lastig te vinden. Hij is makkelijker te vinden als je aan het vloggen bent dan dat je maar thuis zit hoor. Nee, maar hij is op dit moment gewoon de hele tijd buiten, weet je wel. Want ik zit zijn kanaaltje ook een beetje te kijken. Ja, en dan, wat zou je met hem willen doen? Wat ik met hem zou willen doen? Ja. Nou, ik zou eigenlijk met hem eigenlijk ook een video willen opnemen, maar geen normale video. Wat dan? Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, gewoon leuke spelletjes. Bijvoorbeeld het moordspelletje. En wat is dat voor spel? Leg die regels eens uit. Nou, dan gooi je een dobbelsteen en elke nummertje... Ja? Ja. Elk nummertje, dat is een opdracht wat je moet doen. Bijvoorbeeld als je 1 gooit, dan moet je jezelf gaan besnijden of zo voor een minuut lang. Jezus. Helemaal gekke shit. Ja, dat is inderdaad gekke shit, ja, wat je wel zegt. Of nummer 2, dat je bijvoorbeeld iemand anders moet lastigvallen. Of dat je iemand moet bedreigen met een mes. Of dat jij jezelf moet gaan ophangen voor een minuut lang en hopelijk dat je niet gaat sterven. Oh. Misschien dat ik jou dan wel een opdracht kan geven vanavond voor 3:00 's nachts, Delano. Ik zal zou zien. Zou je dat wel willen? Zou je het proberen? Ik zou het zeker proberen. Zou je het willen proberen? Ja. Oké, okay. Heb je misschien ergens een dobbelsteen bij je? Niet bij de hand. Oké, okay. Kan je er misschien even eentje pakken? Ook niet, ik zit in een game en ik heb gewonnen. En je hebt gewonnen. Oh, gefeliciteerd. Oké, guys. Ik heb dus op dit moment de dobbelsteen. En? Wat moet ik daarmee doen? Nou, het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk hem gewoon even gooien. Oké. Okay. En wat gooi je Delano? 4. Je gooit 4? Ja. Ah, dat is een hele leuke opdracht. Wat is de opdracht? Nou, de opdracht is dat jij om 3:00 's nachts... Ja? Voor 15 minuten mag kijken in de spiegel. En dan zal er waarschijnlijk wel iets... gaan gebeuren met je.